De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus volgen zich in razendsnel tempo op. Op landelijk niveau, maar ook regionaal en lokaal. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer was de afgelopen 2 weken al bij ons in de uitzending om aan te geven hoe de situatie toen was. En vandaag is ze ook wederom aan de telefoon om ons bij te praten over de situatie in onze gemeente. Mevrouw Schuurmans, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent burgemeester van Haarlemmermeer en daar gaan we het straks natuurlijk over hebben. Maar u bent ook voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland. En de vorige week hebben we het al even over gehad. Maar kunt u nog even in het kort duiden wat die veiligheidsregio voor ons is en waar wij allemaal mee te maken hebben? Ja, die veiligheidsregio, dat is een organisatie van een aantal gemeenten. Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Die werken samen op het gebied van veiligheid. Dus bij grote crisis die grensoverschrijdend zijn, werken we samen. En dat doen we met brandweer, politie en de Witte Kolom. En die Witte Kolom, dat is alles wat te maken heeft met zorg, ziekenzorg, GGD. En dat is wat nu met name speelt. En daar werken we uitstekend mee samen. Ja, betekent dat u ook met alle burgemeesters die in die gemeentes zitten dagelijks overleg voert? Niet dagelijks. In principe ben ik als voorzitter verantwoordelijk voor de operatie. En wat ik doe is 1 of 2 keer per week een telefonische conferentie, een overleg, waarbij ik steeds dingen voorleg. Want voordat ik een besluit neem, ben ik verplicht om hun advies te vragen. Dat doe ik ook graag, want het gaat ook over hun gemeente. Ja, uiteraard. Maar zijn er dan wel eens bijvoorbeeld collega's van u die zeggen, nou, zie het net een tikje anders? Nee, want in deze regio is de samenwerking uitstekend. Wij trekken helemaal samen op. En dat betekent ook, want stel je voor, de burgemeester van Zandvoort, die wil heel specifiek maatregelen voor zijn gemeente. Ja, dan moeten andere gemeenten die ook stranden hebben, moeten daar ook iets van vinden. En dat gaat uitstekend. Wat dat betreft werken we prima samen. Ja. Even de situatie in Haarlemmermeer. Hoe staan we op dit moment voor op het gebied van de gezondheid in onze gemeente en voor wat betreft de bestrijding ervan, van de bestrijding van het coronavirus? Ja, op dit moment gaat het goed in Haarlemmermeer. Als je kijkt naar een plaatje van de RIVM, dan zie je dat wij nog steeds als gemeente niet een heel rood zijn, want dat betekent dat je echt veel gevallen hebt. Wat we doen op dit moment is juist proberen zoveel mogelijk mensen erop te attenderen dat ze binnen moeten blijven. En alleen maar even naar buiten voor een boodschapje om even de hond uit te laten of een blokje rond. Dat is toch nog steeds moeilijk. Je ziet overigens wel dat steeds meer de winkelcentra en ook andere plekken waar mensen veel liepen, dat die leger worden. Maar het besef dat dit echt heel noodzakelijk is om binnen te blijven, zeker bij oudere mensen, daar moeten we echt elke dag nog aan werken. Ja. Gisteren waren er 45 officieel bekende besmettingen in Haarlemmermeer. Dat was een kleinere stijging dan de dag daarvoor, van donderdag op vrijdag. Is dat ook een beetje een goed teken al of niet? Het is natuurlijk sowieso een goed teken, maar... Ja, nou ja, ik hoop dat dit het begin is van een beweging dat we kunnen laten zien dat het binnenblijven en op afstand houden van elkaar, 1,5 tot 2 meter, dat werkt. De getallen die burgemeesters krijgen niet meer de aantallen te horen, dus ook ik moet ze van het RIVM-site halen. Ik zie nu dat ongeveer 43 mensen getest zijn op corona. Dat zullen er ongetwijfeld meer zijn. Maar dat betekent dat we het nog heel goed doen. En ik hoop ook dat we met elkaar dit volhouden. En dat we binnen blijven. En als we naar buiten gaan, die 1,5 meter afstand. Want dat kan het verschil tussen leven en dood zijn. Ja. Na afkondiging van de nieuwe maatregelen afgelopen maandag had minister Grapperhuis van Justitie en Veiligheid een overleg met de veiligheidsregio's. Dat vermelden die ook tijdens die persconferentie. Van ik ga straks met de burgemeesters praten. Ik veronderstel dat u daarbij aanwezig was. Wat wordt daar dan nog besproken? Ja, dat was ik aanwezig. Wij zitten 1 keer per week minstens met de minister samen, met alle 25 voorzitters van de veiligheidsregio's. In principe is het zo dat zij, de minister van Volksgezondheid, kondigt maatregelen aan. En vervolgens worden die dan, die aanwijzing, die zetten wij om als voorzitters in noodverordeningen. Want alleen dan kan een politie of een handhaver daarop handhaven en er ook boetes voor geven.
Dus noodverordeningen zijn noodzakelijk om de maatregelen die aangekondigd zijn ook echt te kunnen handhaven. Nou, wij hebben met elkaar gezeten twee keer deze week, voordat de noodverordening ook echt van kracht ging, afgelopen vrijdag. Omdat we per se wilden dat we zoveel mogelijk landelijk kwamen tot dezelfde voorschriften. Ja, ja. En dat is best lastig, hè, want je hebt regio's waar heel veel vakantiehuisjes zijn. En je hebt regio's, zoals in Groningen, waar het helemaal nog niet zo dringend is. En waar het gevoel van urgentie nog ontbreekt. Dus het is heel lastig om dan te komen tot één noodverordening. En dat is gelukt. We hebben eigenlijk in principe allemaal dezelfde verordening aangenomen. En er zijn een paar extra voorwaarden waar je dan gebruik kan van maken als je bijvoorbeeld aan het strand ligt of als je veel vakantiehuisjes hebt. Daar kan je een beetje in aangepassen. Ja, dat betekent wel dat als je noodgedwongen door Nederland zou moeten reizen, de situatie in Limburg dus anders kan zijn dan in Groningen, dat je dus ter plekke moet oriënteren. Nee, in principe hebben we juist met deze overleggen ervoor gezorgd dat in heel Nederland dezelfde regels geldt. Alleen we hebben drie keuzes, een soort keuzemenu van drie extra voorwaarden. En die voorwaarden, dat is, daar hebben we twee daarvan hier ook geïmplementeerd. Eén daarvan is dat de strandhuisjes verboden zijn. Dat zijn die huisjes die op het strand gebouwd worden. Dat zijn er 3600 in onze regio. Die hebben we verboden verklaard. En we hebben alle natte ruimtes gesloten in campings en op parken en zelfs ook recreatieplekken. Zodat mensen ontmoedigd worden om daar naartoe te gaan. Ja. De landelijke overheid die gaat overigens nog steeds uit van de bereidheid van burgers om mee te werken aan de bestrijding van het coronavirus. En daar een individuele verantwoordelijkheid in te nemen. En zich dus ook te houden aan afgekondigde maatregelen. Hoe is de medewerking van bewoners of inwoners en bedrijven hier in de regio, in Haarlemmermeer? Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik zie dat inwoners en bedrijven echt hun uiterste best doen om zich aan die maatregelen te houden. Ik denk ook dat iedereen begrijpt dat het in zijn eigen of haar eigen belang is. Niemand wil ziek worden, maar niemand wil of ouders of grootouders besmetten. En ja, ik zeg het nog maar eens, ik zijn zulke mooie initiatieven van de grond gekomen om mensen die niet de deur uit kunnen te helpen. Gaat u daar alsjeblieft mee door. Want dat maakt wel dat mensen het volhouden. Het maakt onze samenleving sterker. En het helpt ons om die lastige periode door te komen. Ja. Als er dan één groep is die ik apart moet noemen, dat wil ik echt wel even nu doen, is ik maak me wel zorgen over mensen die heel graag sporten en bootcamps en zo organiseren. Mm-hmm. Dat snap ik. En zeker in deze tijden dat je veel binnen zit, want je moet jezelf wel fit houden. Maar dat is eigenlijk de groep die ik nog echt wil aanspreken om daar afstand bij te houden en liever helemaal niet te organiseren. En ik ga ze nu nog aanspreken, maar we gaan echt vanaf morgens ook streng bekeuren. Want dat is de groep die het nog het moeilijkst vindt blijkbaar om dat te doen. Ja, want ook voor hun geldt natuurlijk straks dat samenkomsten van meer dan drie mensen gewoon niet meer mag. Ja, dat geldt nu al vanaf afgelopen vrijdag. Wat we nu hebben gedaan is gisteren ze gewaarschuwd. Ik mag ervan uitgaan dat dat vandaag dus niet gebeurt. Maar ik heb wel gezegd, als het nu gebeurt, ja, het is €400 boete. Ja. En de eigenaar, als je als bootcamp dat organiseert, je hebt een bedrijf, krijg je €4000 boete. Ja, en ik ben niet van bekeuren. En het is ook eigenlijk niet nodig. Je ziet dat heel veel mensen zich keurig te gaan houden. Maar ik vind juist voor die mensen die zich keurig gaan houden, heel ernstig als er mensen zijn die gewoon laten zien dat ze het niet doen. En daar moeten we echt bovenop zitten. Ja, daarmee geeft u dus ook aan dat u in ieder geval streng en actief gaat handhaven. Tot hoever gaat dat? En bedoel ik, als we toch iemand een verjaardagsfeest organiseren waar die 15 mensen uitnodigt? Ja, het punt is dat in de noodverordening staat dat dat echt niet mag. Dus op het moment, dat is vrij uniek in Nederland, want dat geldt dus niet alleen buiten, maar ook binnen. Dus op het moment dat iemand een feest organiseert met meer mensen, dan kan er gehandhaafd worden. En dat gaan we ook zeker doen als we daar een weet van hebben. Ja, dus als er ergens langs al zijn leven enthousiast gezongen wordt, kan een agent aanbellen en zeggen van mag ik even kijken hoeveel mensen binnen zijn? Nou ja, niet zozeer langs al zijn leven, maar weet je, ik ga ervan uit dat iedereen begrijpt dat het echt over leven en dood gaat. En
Dat mensen echt snappen, en dat zie je ook. Ik zie ook allemaal filmpjes van mensen die 100 worden of 75. En dan worden allemaal hele ludieke acties bedacht. Dat is mooi, dat we toch proberen om mensen een hart onder de riem te steken. Maar op uitzondering van een paar jongere feestjes hebben we eigenlijk ook in onze gemeente kunnen ontdekken dat iedereen zich bewust is van het gevaar. Ja. Wordt met handhaving overigens de capaciteit van de politie niet verder onder druk gezet? Dat is natuurlijk ook uw aandachtspunt. Ja, zeker. Nou is het wel zo dat we tot 1 juni geen enkel evenement hebben. Dus dat scheelt veel, ook in het verkeer. Is er veel minder... Dus komt veel vrij. Komt veel vrij. Natuurlijk tegelijkertijd, ook met de politie zitten mensen die ziek zijn en mensen die kinderen thuis hebben en mensen die verantwoordelijkheid hebben voor oudere mensen. Dus eigenlijk geldt overal dat de capaciteit voor heel veel beroepen minder is vanwege de omstandigheden. En wat we ook doen is zorgen dat er veel handhavers, die zijn gewoon buiten. Hè. Vind ik echt aandacht voor al die beroepsgroepen die wel door moeten werken, die continu buiten zijn. En een daarvan, van die beroepsgroepen, dat zijn de handhavers. En die zijn echt heel actief om mensen te waarschuwen en als het echt nodig is te beboeten. Ja. Laten we even kijken naar de gemeenteraad. Want die komt ook niet meer bij elkaar, maar moet wel rechtsgeldig kunnen vergaderen. Daar zijn maatregelen voor genomen. Hoe is dat nu gegaan? Ja, wat we hebben gedaan is afgelopen weken hebben we in een leeg, eerst in een leeg gemeenteraadszaal vergaderd. En toen met maar 2 personen. Dat kan, dat is een noodoplossing om een paar zaken even snel te regelen. Het is zo dat de minister bezig is met een noodwetje. En dat maakt het mogelijk dat wij niet alleen digitaal vergaderen, maar ook digitaal gaan stemmen. En iedereen kijkt er reikhalzend naar uit, want we moeten gewoon besluiten kunnen nemen. Het democratisch proces moet door kunnen gaan. Ja, maar dat betekent dus dat er sommigen straks misschien wel vanuit bed stemmen. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik kan me ook voorstellen dat die mensen zich ziek melden. Want uiteindelijk gaat je gezondheid voor. Nee, uitzonderlijk. Na afloop van de vergadering die werd uitgezonden, zei u wel dat het u beviel. Dus dit betekent dat de aankomende tijd dit gewoon nog even doorgaat dan, hè? Nou, laat ik het zo zeggen dat uiteindelijk ben ik als burgemeester ontzettend blij met een goed debat en flinke discussies en het verschil laten zien aan de mensen die op je gestemd hebben. Dus ik vind dat een democratie juist zo mooi is en dat het me beviel was omdat het heel snel ging. Want dat is wel prettig als je binnen 5 minuten een raadsvergadering kunt afronden, maar dat is niet de bedoeling en dat was ook echt een grapje. Lokale ondernemers die zijn op Facebook een site begonnen om aandacht voor die groep te vragen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, help de plaatselijke ondernemers, hè, op Facebook. Ik vind het een geweldig initiatief. En ik zie dan ook, want dat vind ik mooi van ondernemers, die hebben het echt slecht op dit moment. En daar wil ik ook echt aandacht voor vragen. Want ik vind dat ze op heel veel creatieve manieren bezig zijn om te laten zien dat ze toch echt ondernemers zijn, om steeds weer manieren te zoeken om toch een boterham te verdienen. En ik hoop dat we allemaal helpen om deze ondernemers ook deze moeilijke periode door te helpen, zodat ze straks een doorstart kunnen maken. Ja, want zijn er al veel aanvragen gekomen voor steun en hulp? Ja, die zijn er heel veel. Onze telefoon staat groot gloeiend en ook de manier van de aanvragen, zeg maar. Dat is ook normaal. Mensen, je ziet echt heel veel bedrijven die zwaar lijden onder deze omstandigheden. Ja. Laten we even kijken naar een andere groep, de kinderen. U heeft daar een speciaal bericht voor gemaakt. Wat was uw bedoeling daarmee? Ja, ik vind het belangrijk om onze kinderen aan te spreken. Omdat ten eerste is het zo dat kinderen opgegroeid zijn in een omgeving met het gevoel dat het altijd veilig is. Hè? Want dat is het mooie van onze maatschappij. En ineens krijg je dan een gevoel van onveiligheid. En dat vond ik dat ik juist als burgemeester hen moet helpen om het toch op een plek te geven. Van ja, het is heel vervelend en het is spannend. Maar tegelijkertijd zijn wij als overheid ook er voor jou. Dat is 1. En 2, het is ook heel lastig als je niet naar school kan gaan. Je vriendjes moet missen, niet kan sporten, thuis moet blijven. Sommige kinderen hebben het helemaal niet zo fijn thuis. Dus het is ook wel goed om hen te helpen. En een
derde reden is dat ik denk dat kinderen behoefte hebben om naar hun opa en oma te gaan en in één keer horen dat dat niet meer mag. Dus allemaal reden om ook hen te vertellen, joh, het is tijdelijk, we proberen zo snel mogelijk het op te lossen. Dus ja, ik hoop dat dat effect heeft, dat kinderen het ook echt zien. Ja, nu zit u als burgemeester met de verantwoordelijkheid voor een gemeente, maar ook nog als voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland. Bent u natuurlijk dag in dag uit ontzettend bezig om deze situatie ook het hoofd te bieden. Hoe gaat het met u? Ja, het gaat goed, dank je. Het gaat goed omdat ik ongelooflijk veel hulp heb van hele goede mensen die mij ondersteunen. Dat gebeurt zowel in de gemeente, waar de wethouders echt heel veel dingen overnemen. En het gebeurt ook in mijn agenda, want het is wel zo dat mijn agenda een stuk leger is, hè. Dus als ik bijvoorbeeld alleen al kijk aan het aantal mensen wat ik anders bezoek die 60 jaar getrouwd zijn, die bel ik nu. Maar dat scheelt wel heel veel ruimte in mijn agenda. Dus ja, ik heb het druk, maar ik heb op zich ook wel meer ruimte gekregen omdat ik veel minder vergaderingen en andere verplichtingen heb. Oké, dan heb ik nog één laatste vraag aan u. Wat nou als u uitvalt? Wat gebeurt er dan? Ja, dat is gelukkig wel geregeld. Het is zo dat in de gemeente is er een eerste loco-burgemeester. Dat is Jurgen Nobel. En als die uit zou vallen, hebben we een tweede. Dat is Marjolein Steffens. Dus we hebben dat zo geregeld dat er altijd iemand is die het over kan nemen. Stel je nou eens voor, dat is nog nooit gebeurd hoor. Maar stel je nou eens voor dat het hele college ziek thuis zou liggen. Dan geldt in de gemeentewet dat het langzittende raadslid, de nestor, en bij ons is dat Ron Heimerings, of in ieder geval de voorzitter, vervangend voorzitter van de gemeenteraad, die gaat het dan overnemen. Dus er is in de wet wel voorzien dat er hele bijzondere omstandigheden zouden zijn. Dus de designated survivor. Ja, die moet heel erg zuinig op zichzelf zijn. En dan hebben we op de veiligheidsregio, is het zo geregeld dat de burgemeester van Haarlem mijn eerste vervanger is en de burgemeester van Velzen mijn tweede vervanger. En als dit heel lang gaat duren, want we weten niet precies wat er op ons afkomt en hoe lang het gaat duren, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat we iedere week elkaar gaan aflossen om elkaar ook de rust te geven. Tot nu toe is dat nog niet nodig, maar die optie is er wel, ja. Mogelijkheid. Ik begrijp dat u een liefhebber bent van goede muziek. We hebben een plaatje voor u klaarstaan. Danny Vera. Oh, wat mooi. Hold on to let go. Dank u wel, mevrouw Marianne Schuurmans, burgemeester Haarlemmermeer, voor uw toelichting vandaag. En graag tot volgende week, zou ik zeggen. Tot volgende week. Tot ziens, daar.